geen idee waar het me brengt. Maar we gaan er maar gewoon in. Goedemorgen mensen en check even dit mooie plaatje. Het is 7 uur 's ochtends, het is een beetje mistig en wij gaan aan onze dag beginnen. We staan weer op de beurs en alles is gereed om te gaan. En dat moet ook wel, want de deuren zijn alweer open. Zoals je kan zien zijn de eerste VIP's alweer binnen. Die hebben dus 2 uur eerder toegang dan de rest van de mensen. En die zijn van plan om de acteurs te gaan meeten. Want zoals je kunt zien staan we dus tegenover de acteurs. De stands van de acteurs. Hier zie je bijvoorbeeld een acteur, Devin Murray uit Harry Potter. Noem maar op. En wij gaan dus ook weer aan de slag. We hebben een paar dingetjes veranderd. Dat is misschien ook wel leuk voor jullie om te zien. Zo merkten we bijvoorbeeld gisteren dat heel veel mensen niet echt de connectie maakten met het feit dat we hier bepaalde stickers hadden. En dat zeg maar deze dingen waren. Dus we hebben nu elke sticker erboven gelegd. Dus zoals je kan zien, Batman zit bij de Batman. Cat Eyes zit bij de Cat Eyes. We hebben eigenlijk niet die hele lichtbank nog zitten maken. Omdat dat gewoon niet meer paste op de hele toonbank. Zoals je kan zien is die een beetje vol. Maar ik denk dat dat wel een goede toevoeging is. Dat mensen ook begrijpen wat ze zoeken. Dat ja, de meeste mensen connecten niet aan het feit dat het licht doorlaat. Dus dat is op zich wel nice. Voor de rest hebben we hier ook een Xbox hoekje gemaakt. Want zoals jullie weten is dus niet alleen PlayStation, maar ook gewoon Xbox. En ja, hier hebben we nu een duidelijke scheiding gemaakt. En nu gaan we dus verder met de dag. Wat zijn jouw voorspellingen van de dag? Wordt het drukker of minder druk dan gisteren? Want gisteren was het uitverkocht. Gisteren was het uitverkocht. En misschien hebben daardoor wel heel veel mensen erover gehoord. Want zondag was het niet uitverkocht. Ja. Maar ik denk omdat het was zo positief allemaal gisteren. En misschien denken wel heel veel mensen, oh nou dan ga ik ook nog snel heen. Dus ik denk dat het wel druk gaat worden. Alright, ik ben heel benieuwd. Het is trouwens ook iets donkerder. En dat is op zich wel handig, want je ziet gewoon die lichtbalk die valt veel meer op dan dat het eerst deed. Maar wij gaan dus nu beginnen, want er zijn flink wat mensen. Dus ik spreek jullie straks weer. Het is wel echt heel grappig hoe de bekende mensen hier gewoon compleet anders kunnen rondgaan dan op de gathering. Want de man die je nu op dat ding ziet is dus een bekende acteur uit Star Wars. En die kan gewoon lekker rondlopen. Die kan gewoon lekker een beetje rondkloten, wordt totaal niet... Ja, zeg maar, lastig gevallen door mensen of zo. Niemand rent erop af. Hij kan gewoon lekker zijn ding doen. En dat is wel heel grappig en een groot verschil met natuurlijk zoiets als The Gathering. Daar heb je gewoon echt niet dat je baby's en zo kan vasthouden. Ik bedoel, het is zo'n ander ding hier. Maar het is wel super leuk. Het lijkt een stuk persoonlijker. Het enige wat iets raarder is, is dat bij sommige acteurs moet je gewoon iets van €70 betalen om een handtekening te krijgen. En dat is wat je niet echt gewend bent in de YouTube-wereld. In de YouTube-wereld is het meer dat mensen het echt doen omdat ze zeg maar de fans leuk vinden. Maar hier zit er toch nog wel een soort van businessmodel aangekoppeld. En zitten mensen dus echt gewoon te wachten totdat jij een kaartje koopt voor €70. En dan kan je met diegene op de foto. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat gaat veranderen in Nederland. Want ja, mensen worden toch steeds bekender, de events worden groter. Wie weet wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst. Zo, de beurs is gesloten en nu is het tijd om af te gaan ruimen. Dus ik moet even de auto gaan halen, die staat buiten. Dan kunnen we alles makkelijk in dozen doen, meenemen en terug naar huis. Want het is best wel een drukke paar dagen geweest. We hebben gewoon lekker 12 uur lang alleen maar daar staan werken. Dus daarom heb ik ook wat minder kunnen laten zien omdat we de hele tijd op de stand waren. Maar dat gaan we uiteraard gewoon de komende dagen helemaal goed maken. Nu ga ik in ieder geval naar de garage om even de auto te fixen. Als het goed is zijn alle plekken vol. En toen zei de man dat ik maar gewoon de hal in moest rijden. Dus dat is dan denk ik maar wat ik ga doen. Welke hal moet ik überhaupt in? Is hier een hal? Ja. Even kijken, oh, hier is niet parkeren. Oké, ik denk dat ik hier gewoon maar in ga. Ik heb geen idee waar het me brengt. Maar we gaan er maar gewoon in. Dit ziet er wel uit als een mooi plekje. Hupsakeetje, alles staat achter in de auto. Dat kan je ook wel zien, want het is weer lekker bomvol met dozen. Hoe vond je het event gaan? Toppie. Ging echt super goed, hè? Echt veel beter dan verwacht. Ja. Nee, het was echt super leuk. En ja, nee, het was echt. Dat was echt top, cool. Hè? Ja. Je, zoveel dingen die je anders hebt gedaan.
Ja, we hebben veel geleerd van het vorige event. Ja. En die hebben we ook allemaal kunnen toepassen, waardoor het echt, het was echt heel erg leuk. Nice. En ook vet veel mensen zijn langsgekomen, super gezellig. Ja, ja, heel veel kijkers hebben echt zin. Ik denk dat we in het hele event wel iets van 30, 40 kijkers foto's hebben genomen. Dus dat is ook super leuk dat jullie langs zijn geweest. We zijn nu een beetje aan het twijfelen wat we gaan doen. Of we misschien lekker de stad nog even ingaan, of dat we ergens iets gaan eten. Of misschien lekker even naar huis om te douchen na zo'n lange dag of eigenlijk een lange week. Ja. En lekker te luieren. Dus we gaan nog even heel goed nadenken. En dan zien jullie vast wel waar we heen zijn gegaan. Na lang overlegd hebben is het dan uiteindelijk toch sushi. Het is een perfecte manier om jezelf te belonen na een weekend hard werken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus wij gaan heerlijk genieten. Het ziet er heerlijk uit. We zijn hier nog niet geweest. Ja, dankjewel. We hebben ook een hele mooie tablet erbij. Ik weet niet eens hoe die aan moet. Dus nu gaan we even lekker genieten. En dit komt een heerlijke sushi. Deze hier. Ik neem bijna nooit dessert. Maar als ik dessert neem, dan neem ik muffin met marshmallows, sushis en snoep. Ja. Oh, wat hebben wij lekker gegeten. Ik blijf dat zo lekker vinden, sushi. En we hadden dat ook wel echt nodig na zo'n lange dag. Want we hebben dus gewoon vol een weekend gewerkt en met heel weinig slaap. Het is nu ook 10:00 s'avonds en we zijn allebei zo moe dat we gewoon nu al gaan slapen. En voor ons is dat echt bizar vroeg. Ik bedoel, normaal gaan we denk ik wel rond 3, 4, 5 uur naar bed of zo. En nu dus gewoon om 10:00, dat is een beetje apart. Maar we hebben het echt gewoon nodig, merken we. Ik weet dat de vlog iets korter is en dat de afgelopen 3 vlogs iets korter waren. Dat kwam dus omdat ik dus gewoon heel veel op de beurs was. Ik vind het heel belangrijk om naast mijn YouTube ook gewoon echt tijd vrij te maken voor Maisha. En ik ben zo trots op wat ze doet en ik wil zo graag helpen. Dat ik daarmee besloot om dus echt gewoon de hele dag daar op de beurs te staan. En wat inderdaad betekent dat de vlogs iets korter zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de vlogs in de toekomst super, super vet gaan worden. Net als de eerste week die we hebben gehad. Er komt heel veel naga langs, er komt heel veel monster langs. We gaan lekker op avontuur. We gaan binnenkort op vakantie. Ik ga waarschijnlijk een GoPro halen, dus we kunnen hele vette dingen doen. Dus ik kan niet wachten op de dagen die gaan komen. En ik hoop jullie ook niet. Mocht je daar nou zin in hebben, doe dan even dat duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren, want elke ochtend om 7 uur komt dus een nieuwe vlog online. En vanaf morgen wordt dat dus gewoon weer langere vlogs, leuke dingen doen en gewoon heel veel plezier hebben in het leven. Want daar draait het uiteindelijk om en dat hoop ik ook te laten zien in mijn vlogs. Ik wens jullie een hele fijne ochtend, middag of avond toe. En ik zie je heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Ciao!